In de film De Vuurlinie kruipt Waldemar Torenstra in de huid van een van de meest besproken militairen van Nederland, Marco Kroon. Deze lang verwachte oorlogsfilm gaat vanavond in Koninklijk Theater Tuschinski in première. Ik denk dat we heel erg verrast gaan worden. Het is een ongelooflijk spannend verhaal met een rol die eigenlijk iedereen wil spelen. En ik ben heel benieuwd hoe Waldemar gaat spelen. Marco? Een enkele keer toont een Nederlandse militair een zo ongekende persoonlijke moed dat alleen de hoogste onderscheiding de waardering daarvoor tot uitdrukking kan brengen. Ik ben vooral benieuwd naar het overkoepelende verhaal, naar die missie in Afghanistan. Als je een Willemsorde krijgt, ja, dan heb je iets gedaan wat beyond belief is, dat iets wat bovenmenselijk is. Maar ik denk ook wat er met hem daarna is gebeurd en de manier waarop hij behandeld is. En wat dat niet alleen voor een weerslag op hem heeft, maar ook op zijn gezin. Oscar waardig, dat meen ik echt zeggen. Dat doen ze. En Sally ook. Die ruzies tussen man en vrouw. Ja, Alex van Galen, de scriptschrijver, heeft goed naar ons geluisterd. Eén op één, echt één op één. Ja, dan zie je je eigen leven terug. Dat is zo bizar. Bij de criminele inlichtingeenheid is betrouwbare informatie binnengekomen over drugs en wapenhandel in uw café. Generaal, ik heb nog nooit in mijn leven drugs gebruikt. Nog nooit. Ik geloof je wel. Maar ik ben waarschijnlijk de enige. Het is een film die zo'n indruk maakt en je zo kan aangrijpen. Weet je waar ik heel blij mee was? Dat de film zo menselijk is geworden. Het is zo recht in het hart. Nou, ik denk dat dit een film is waar iedereen door meegesleept wordt. Je zit de hele tijd op het puntje van je stoel. Het is echt een ervaring waar je moet erin. Je moet geen chips tussendoor gaan halen. Je moet niet naar de wc gaan. Ja. Je moet het over je heen laten rollen. En dan heb je echt iets meegemaakt. Dat kan ik je garanderen. Het was een megaproductie. Wauw, echt. Het ziet er echt heel indrukwekkend uit. Maar dit verhaal is natuurlijk eigenlijk... Volgens mij zou je 6 films kunnen maken... Van over wat man deze man allemaal in zijn leven al de afgelopen jaren heeft meegemaakt. Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk. Als je het inderdaad op een rijtje zet... dan krijg je 2009 die Willemsorde. Niet voor één enkel iets, maar voor de hele missie destijds in Afghanistan. Een jaar later stond hij ineens voor de rechter vanwege vermeend drugsbezit. Daar is hij toen wel weer van vrijgesproken. En toen een aantal jaren later kwam dat het geweldsincident... wat er zich in Afghanistan zou hebben afgespeeld. Hij zou een vijand gedood hebben die hem eerder weer gevangen had genomen... en had gemarteld en mogelijk zelfs verkracht zou hebben... om informatie over die missie te achterhalen. Nou, die zaak is uiteindelijk is dat nooit doorgegaan wegens gebrek aan bewijs. Maar het stapelde zich natuurlijk maar op. En dat vond ik het bizarre aan dit verhaal. Hè? Dat hij in 2009 een soort van als god werd onthouden. Ja, niemand ja. En toen vervolgens zo naar beneden ging. En dan heb je al die vreselijke ervaringen van die oorlog. Die heb je al, die oorlogservaring. Ja. Moet je al, en dan moet je dus ook nog omgaan met dat ophemelen of neersabelen. Ja. Ophemelen, neersabelen. Nu ziet hij dat allemaal terug. Hoe is het voor een mens, hoe is het voor Marco Kroon om naar deze film te kijken? Nou, hij heeft de film een aantal keren al gezien. Maar bij bepaalde fragmenten, bij bepaalde scènes moet hij echt nog wegkijken. Hij zat vanavond in Tuschinski tijdens de première naast zijn vrouw. En hij vertelde er het volgende zelf over. En dit is gewoon emotie wat binnenkomt. En als je sommige delen van je... Ja, de meest dramatische delen van je leven wat je hebt meegemaakt. Ik heb erover geschreven, ik heb erover gesproken. Het duurde voor mij jaren voordat ik het woord verkrachting uiteindelijk in de mond kon nemen. En nu zie je dat op beeld en geluid. En dan is het toch wel, dan is het wel heel anders. Hè. Ja, dat raakt je. Ja. Kan het voor jou ook niet makkelijk zijn? Al die... Ik heb gekeken. Ja, ik ook nee. Niet. Nee, ik heb weer gekeken. Dat ga ik dadelijk ook denk, waarschijnlijk weer doen. Ik heb de scène niet kunnen kijken. Ik had mezelf voorgenomen om grote jongen te zijn. En kijk, laat me komen. Maar bij de eerste aanblik, als je die tafel ziet en dat, die onmacht van een man die gewoon niets kan doen en de mannelijkheid wordt ontnomen, ja, dat raak je nooit meer kwijt. Ze zien er wel uit, het is een ijzersterk stel. Absoluut. Die twee, fijn. Ik wil hem wel zien hoor. Ja, ik ook. Ja, hef nou.